Tjonge, jonge, jonge, warm weertje vandaag. Het lijkt wel een hittegolf. Over hittegolf gesproken, moet je eens even omkijken. Daar staat een hete hatchback, een Golf GTI. Een hittegolf GTI. Golf, de Volkswagen Golf, is toch wel een icoon in de autowereld. Begon ooit in de jaren 70 met de Golf 1. Later kwam er een snellere versie, de Golf GTI. En dat werd ook een icoon. Het was eigenlijk de eerste in zijn serie, in zijn generatie van een hete hatchback. En nu zijn we bij de generatie 8 GTI. Die is net op de markt. En het leuke is, de kenmerken van die oer GTI, die zijn eigenlijk ook op deze geparachuteerd. En dat is bijvoorbeeld deze rode strip over de voorzijde. Ook de in rood uitgevoerde GTI letters. In vergelijking met een gewone Golf zijn de koplampen van de GTI uniek, die zijn anders. En hier zit een lichtstrip en die loopt onder die rode lijn hier helemaal door tot aan deze koplampen. Ook de voorbumper is uniek voor de GTI. Die heeft onderin een honingraadgril. En in die honingraadstructuur zijn de mistlichten geïntegreerd. Andere kenmerken van de GTI, dat zijn de in rood uitgevoerde remklauwen. Dit zijn overigens 19-inch wielen. Die zijn optioneel. Het zijn de grootst mogelijke wielen. Kost je €1.342 meer. Bovenop dus vanaf prijs van €15.990. Ook hier weer zo'n rood accent. Verder heeft hij een verlaagd sportonderstel. Dat merk je ook tijdens het rijden, want ja, dat is uiteraard wat stugger. Er is ook nog een adaptief onderstel mogelijk. Dat heeft deze uitvoering dan niet. Ook de LED-achterlichten hebben het EQ Light systeem of configuratie. Geef het een naam. Nou, de GTI herken je bovendien aan de dubbele, vrij forse uitlaateinde. En uiteraard staat ook hier weer GTI. Maar voor zover houden de kenmerken wel op als het gaat om het onderscheid ten opzichte van een gewone Golf. Ook het interieur heeft kenmerken van die oergolf. En dat is onder meer dit ruitjespatroon op de stoelen. Kuipvormige stoelen had ook de Golf 1 GTI. Maar dit ruitjespatroon was toen heel kenmerkend. En die Golf 1 die had nog een ander uniek onderdeel, een uniek component. En dat was de pookknop in de vorm van een golfbal. Helaas, die is er niet meer. Hier zien we een soort tuimelschakelaar waarmee je de automatische transmissie bedient. Een 7-traps DSG. Ja, het was misschien toch leuk geweest om daar toch ook weer een soort golfballetje van te maken. Dan was je echt helemaal terug bij het begin. Maar ook ja, hier op de stoelen. Rood stiksel. Aan de achterzijde van die stoelen zie je hier een rode afwerking. De geïntegreerde hoofdsteunen, dat had je destijds ook. Deze auto heeft optioneel nog een panoramadak. Dat is op zichzelf natuurlijk een prettige voorziening. Maar heb je niet een peur nodig om de sportieve rijbeleving te ervaren. De stoelen zijn handmatig verstelbaar. Dan kun je denken, dat is wel gek eigenlijk voor een auto van dit niveau, van deze prijsklasse. Maar je zou verwachten dat je meer GTI in het interieur zou zien. Maar het lijkt erop dat Volkswagen vooral zijn geld heeft gestopt in de aandrijflijn. Bijvoorbeeld in de motor. Dat is een 2.0 TSI motor van 245 pk. Daarmee kun je in 6,2 seconden van 0 naar 100 km per uur sprinten. En dit mag nog op de Duitse autobaan een topsnelheid bereiken van 250 km per uur. Om al die krachten goed op het asfalt over te brengen, is de GTI ook voorzien van een sperdifferentieel. Dat heb je echt wel nodig. Want als je vol gas weggaat en je zou het niet hebben, dan denk ik dat de voorwielen ernstig naar grip staat te graaien. En dat is in dit geval niet zo. Bovendien heb je door die sper wat meer stabiliteit in de bochten. Zeker als je een bocht uitaccelereert, blijft hij veel mooier op zijn lijn. Maar genoeg gepraat, nu wordt het echt tijd om te rijden. Want ja, een GTI is natuurlijk een rijdersauto. En daar gaat het toch wel echt om beleving, het gevoel, het uitlaatgeluid. Uitlaatgeluid klinkt wat forser in de rijmodus sport.
uitlaatgeluid wat nadrukkelijker. Ja, verder, hij stuurt absoluut heel direct, maar er is wel een maar. Want zo direct de boost als de vorige generaties Golf waren en stuurden, dat heeft deze niet meer. Er zijn nogal wat assistentiesystemen die voorkomen dat je echt uit de band springt. Dat je echt jezelf in een kritische situatie brengt. En dat is natuurlijk een kenmerk wat je bij meer auto's van nu ziet. Dat ze, ze hebben allemaal te veel beschermengeltjes om het pure gevoel nog te ervaren. Aan de andere kant kun je er dus wel ontzettend hard mee de hoek op. En dat ook met een bijzonder veilig gevoel. Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen, het is nog steeds een rebel, maar met een heel liefhebbend karakter. Wil je nog meer weten? Kijk dan naar autorij.nl. En oh ja, vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende video!